Ik kijk met u vooruit, dames en heren, naar de eerste koers van vandaag. Dat is de draverij om de vakantieprijs. Geschrapt hierin is paard nummer 8, Everglide Rapida. Hier in deze eerste koers ga ik denk ik gelijk mijn tip van de dag eruit gooien. En dat betreft paard nummer 7, Fini Promise. Vandaag gereden door Rick Ebbingen. Dat is voor de eerste keer, maar Fini Promise lijkt een ongecompliceerd paardje van Harry van Riel. Dat de laatste keren veel meters buitenom heeft moeten lopen. En uiteindelijk telkens goed acteerde. Vandaag met Rick Ebbingen en het uitvallen van paard nummer 8. Waardoor hij een beetje een plekje in het tweede gelid kan zoeken. Een goede rug kan kiezen. En dan zal Fini Promise wellicht in de laatste ronde alle paarden kunnen passeren. Dat is mijn tip. Maar hij krijgt het wel aan de stok met paard nummer 2, Flash Starlake. Paard dat wordt gereden door Rob de Vlieger. Heeft prima gekwalificeerd in Duindicht in 2003. Heeft vandaag een perfecte uitgangspositie met start nummer 2. Dus dit paard is zeker de eerste uitdager van paard nummer 7, Fini Promise. Maar Kees Kamminga is naar Alkmaar gekomen en dat is al een bijzonder feit op zich. Hij is hier een tijdje niet geweest. Vandaag neemt hij onder andere Franka Steenwijk mee. Een paard dat in mijn optiek aardig vertrok de laatste keer op Victoria Park. En dat kan vandaag hier op Alkmaar natuurlijk een groot voordeel zijn. Ook dit paard tip ik erbij. Ja, en als we dan naar de rest kijken en je wilt toch een vierde noemen, dan kies ik voor paard nummer 6 Eldorado Melo. Om het simpele feit dat dit paard wat koerservaring heeft. Maar mijn tip in deze koers is 7. 2, 4, 6. Deelnemers, start vrij. Voor de eerste van maar liefst weer eens 10 koersen hier vandaag op Alkmaar. En dat is de vakantieprijs. 7 paarden gaan zich opstellen achter de startauto zonder paard nummer 8 Everglide Rapida. 2 favorieten, nummers 2 Flash Starlake en 7 Fini Promise. Deze zijde is ook een bijzonder woord van welkom aan de bezoekers die thuis meekijken via www.runners.nl. Of inderdaad via de streambox. De auto is, daar gaat de favoriet zich lelijk van de benen. De auto is op 50 meter van het startpunt. Startgevallen en ik denk dat Flash Starlake er een kruis over kan maken. En we gaan op weg naar de eerste bocht en daar ontstaat een strijd om de leiding met aan de binnenzijde Franka Steenwijk, Ernest Starlake en aan de wijde buitenzijde komt daar naar voren Eldorado Medo. Dat zijn de eerste drie met op de vierde plaats dan het nummer 3 van Expo. Galoppade voor Franka Steenwijk, die gaat naar de buitenkant van de baan. Wordt binnendoor nu voorbijgelopen door Expo Alone en aansluiting is er voor paard nummer 7, Fini Promise. Mijn tip van de dag nummer 2, galop nummer 2. En na het uitvallen van paard nummer 2, Flash Starlake, moet hij toch ook een topkans hebben om die drie voorgangers te verschalken. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Straks bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En het is aan de kop van het veld nog altijd diezelfde Eldorado Medo. Eldorado Medo, Ernest Starlake, Expo Alone en daarachter dan Fini Promise. Dat is de 1, 2, 3, 4. En achter deze paarden probeert Franka Steenwijk nog een keer aan te sluiten. Gaan langs de rechter, 2 rondes te gaan, weinig verandering in de volgorde. Betekent dat Eldorado Medo leidt met een lengte. Op de tweede plaats Ernest Starlake, daar komt nu de aanval van Expo Alone. Expo Alone die gaat in het tweede spoor kijken of er vooraan wat te halen valt. En achter Expo Alone kan dan mooi mee naar voren. Paard nummer 7, Fini Promise en aansluiting is er voor Franka Steenwijk. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Eldorado Medo voelt nu de hete adem in de nek, of beter gezegd langzij komen, van een aandringende Expo Alone. Expo Alone pakt een driekwart lengte voorsprong. Eldorado Medo probeert het tegen te houden. Fini Promise volgt daarachter dan op de derde plaats. Dan Ernest Starlake en verderweg Franka Steenwijk. En deze 5 paarden gaan de prijzen onderling verdelen. Het is Ron Kooijman nog niet gelukt om een lengtevoorsprong te pakken op Eldorado Medo. Die vecht daar nog een keer terug. Expo Alone aan de buitenzijde die drukt door. Fini Promise in een zetel. En daarachter volgt dan Ernest Starlake met verderweg in het veld Franka Steenwijk. Langs de rechter straks nog een ronde te gaan en daar komt aan de buitenkant Expo Alone, neemt over, maar gaat zo dadelijk gelijk een aanval krijgen van Fini Promise. Aan de binnenzijde
Is het nog altijd Eldorado Medo en daarachter gaat Ernest Starlake nu naar het tweede spoor. Franka Steenwijk, die lijkt nogal wat over te hebben en volgt daarop de vijfde plaats. We gaan naar de overkant van de baan, doen dat voor de laatste maal. En Expo Alone die gaat proberen uit de greep te blijven van Vinnie Promise. Iets wat niet gemakkelijk zal gaan, want Vinnie Promise heeft een prima indruk gemaakt in de eerste starts van de carrière. Maar dat doet Expo Alone vandaag ook. En dat is een vrij taaie noot om te kraken. Ernest Starlake moet uitkijken voor Franka Steenwijk die nog een keer terugvecht. We komen af op de laatste rechte lijn en het is daar dat aan de buitenzijde Vinnie Promise nu een lengtevoorsprong neemt. En dat zal veel meer gaan worden, want Vinnie Promise die gaat het hier gemakkelijk winnen als er geen rare dingen gebeuren. Het spannendste is op dit moment de strijd voor de plaatsen, want Expo Alone krijgt het daar ineens heel zwaar. En aan de buitenzijde komt dan wellicht nog een aanval van Franka Steenwijk. Maar het is de 7 die het wint voor de 3, dan de 4, de 5 en de 6 en dat is voorlopig.